Yo mensen van een Gamekanaal, het is weer tijd voor een nieuwe Hunger Games. Daar staat Eduard. Ja, ik heb weer een nieuwe avatar. Dit is een vaste skin, die heb ik voor jou. Ik ga hem niet meer veranderen. Dit is Eduard. Als je hem tegenkomt, vraag zijn handtekening, vindt hij leuk. Ja. Oké. Niet echt, maar oké. Ja, wel, dat vindt hij wel leuk. Waar gaan we heen, Timo? Naar het zuiden. Oh, dat kan niet. Bij deze map kan dat niet. Ik heb alleen pijlen. We gaan naar het westen, ja? Let's go. Hoppa. Ja, naar het westen. Ik heb zieke shit. Echt? Heb je zwaard? Hoppa, ja. Kill ze allemaal dan. Hop. Ik ga eventjes naar, als ik buiten ben, naar het zuiden. Oh, ik ga wel met jou mee, fucking. En dan pak ik... Oh, ik regel deze gast. Die heeft zwaard. Hop. Ik zie niet waar je bent, maar ik ga nog even verder naar het zuiden. Even allemaal loot. Ah, pak die gast! Ja, ik heb geen zwaard. Ik ben eventjes alle kisten aan het pakken. Ik hoef nog maar één hit of zo. Ik ren hem gewoon achterna. Oh, wacht. Hier is Tier 2 chest. Tier 2 chest. Oh, je moet hier helemaal naar het zuiden, hè? Ik weet niet of jullie het allemaal weten. Tier 1 en Tier 2 chest. Dus Tier 1 is allemaal van die ladder dingen en zo. En Tier 2, dat zijn de echte goede spulzwaarden en... Diamonds en weet ik wat een goede allemaal. Uitleg, Eduard. Ja, sorry. Sorry, ik ben... Nee, dat is echt serieus een goede uitleg. Oh, okay. Maar kun je even komen? Heb jij een zwaard? En wij rennen gewoon nog steeds rondjes. Oh, wacht, ik zie jou. Ik heb ook een bow. En ik heb een golden apple. En ik heb flint en steel. En ik heb geen defense. En deze gaat zwak slecht. Oké, ik ben blijf lekker staan. Oké, ik kom naar jou toe. Eduard. Ik was wel bijna dood. Hey, check deze. Geef mij die diamond of... Oh, je had al. Kut. Oké, nu naar die naar hierboven en dan naar die toren. Ja, maar dat is eigenlijk moet je gewoon killen, man. Want anders duurt dat veel te lang. Maar daar zitten nou mannetjes naartoe te rennen. En die moeten wij pakken. Nee, die zitten beneden. Oh, fuck dat dan. Dan gaan wij gewoon... Oh, wacht. Dat is een kist, jongen. Ja, maar daar zit toch niks in? Gewoon flint en steel of flint en zo pakken. De arrows. De arrows. Wij zijn fucking goed... Oh nee, dat mag ik niet zeggen. Jawel, fucking mag je wel. Dat is mijn stoppen. Maar we moeten een beetje stoppen met ouwe en jongen en ouwe. Ik zal het proberen, maar ik zeg niet dat het lukt. Mensen, wij zeggen dat niet omdat wij stoer willen doen. Maar dat is gewoon hier... Hebben we dat al een keer uitgelegd? Ik weet niet. Nee. Maar dat zeggen we mensen hier gewoon vaak. En dan kun je het kut mensen noemen die hier wonen. Maar dat, ja... Dat is net als dat ze in Friesland Utmoen zeggen. Wat? Utmoen? Oh, van... hoe heet het ook weer? Oh, wacht. We gaan gewoon naar die mensen. Die van komen. Die SBS6, die zegt het ook altijd. Ja. Zie je die mensen? Ja, ik zie ze. Oh, shit. Ik heb de minimap aan. Ik zet hem uit bij deze mensen. Ik zet hem uit. Maakt niet uit, Timo. Zo. Sorry, mensen. Hier is hij. Aha, ik ga hem pakken. Oh, hij heeft Golden Apple. Ja, maar even... Oh, er zitten ook nog andere mensen. Ik zou rennen als ik jou was, trouwens. Nee, ik ren achter ze aan. Welke ben je? Ik zie jou. Hoppa. Oh, wacht. 124 punten! Holy shit! 24! Holy shit! Hoeveel heb je nou dan? Hij heeft nou 1500 punten of zo. Ja, ik zal het verhaal zo wel uitleggen. Maar rennen. Oh, ik word niet eens gehit hoor. Oh, wacht. Ik wil hem eigenlijk met mijn bow pakken, maar... Hij heeft een... Apple op. Oh, ik ren al naar jou toe. Ja, ik heb een beetje lage held. Oh, welke jou anders eerder helpen? Oh, deze heeft geen zwaar. Dus... Oh ja, help mij dan even. Dan eet ik een golden apple. Ja, maar hij duwt mij verder weg. Wacht. Ja, ik kom wel mee uit. Ja, pak die gast gewoon. Oh. Dan gaat hij rennen. Heb je een pennenboog? Ja, maar... Of duw mij verder met fishing rod? Ik heb geen fishing rod. Ik heb wel een vuist. Kom maar dan. Ah, oh, jongen, dit is weer in en al rennen dit, hè. Maar ik snij hem af. Ik ga even tussen het zeven. Ja, ik kom naar jou. Oh, ik krijg geen hits. Ik map jou. Ja, maakt niet uit. Ik ga even proberen af te snijden. Ja, ik snij hem af. Oh, hij is omhoog afgesprongen. Is hij nou dood? Ja, hij sprong op het dak. Heb jij punten gekregen? Ja, 9. Nee, maar dit kunnen wij redden. Oh, ik heb golden apple. Ik haal dat makkelijk. Oh, hij heeft diamond. Hij heeft 2 diamonds, gek! Chill. Woo! Ik kom ook. Hier, pak jij de rest maar even. Oh, iron leggings. Ja, dek jij even mee. Oh, ik heb bijna full iron, man. Even kijken, ik drop even wat spullen. Heb jij boots voor mij of niet? Ja. Ik ga hier even in dit gebouwtje staan. Is cool. Of wacht, kan ik hier gewoon staan? Dek jij mij een beetje hier? Ja.
Dump ik even alle rotzooi in de chest. Ik pak wel mijn bozel. Zie je al mensen hoe goed wij bezig zijn? Oh ja, ik wou het verhaal vertellen over het aantal punten dat ik heb. Wij zaten te spelen en er kwamen een stelletje fans. Nou, stelletje fans, paar jongens. En die dachten, oh Timo, oh. Dus die gingen met ons meespelen. En op een gegeven moment kwamen wij erachter dat je elkaar punten kon geven als de één dood was van de twee. Ja. Dus, hoe heet het? Die jongens die hadden helemaal niks. Of die jongen, het was er eentje, die had helemaal niks. En ik had het zwaard. Dus ik zo, yo, geef hem even 500 bounty. Dat is als je die punten geeft. En dan kill ik hem. Dus Eduard geeft ze 500 bounty. En ik kill hem. En ik krijg dus die 500 punten. Daarom heb ik nou zo ziek veel punten. Ja, eigenlijk was ik de pro, maar... Eduard is sowieso de pro. Oh, je hebt je boots. Maar we moeten even naar midden. Heb jij stick? Ik drop die boots dan. Ja, ik heb 5 sticks. Dan ga ik gelijk arrows maken. Oké. Okay. Drop die boots eventjes, of heb je die niet in je... Ja. Oh, wacht. Is dit de onderste verdieping? Ik weet waar die dingen komen. Ik weet nog waar een crafting table is. Zeg maar. Want in het midden is die er niet. Maar je moet... Kijk, een huisje aan de zijkant op de onderste verdieping. Oké. Okay. Dit is trouwens de eerste opname die ik maak met mijn nieuwe, nou, geüpgraded PC. We hebben heel lang niet Hunger Games geüpload. Tenminste, voor jullie zal het wel meevallen, want we hadden nog wel een grote voorraad. Maar we hebben een aardige tijd, en ik heb een aardige tijd, nog niet echt geüpload. Want ik kon geen video's meer renderen. Er zit nog een Hunger Games. Die moest ik op de nieuwe PC renderen, omdat die op de oude viel de videokaart uit. Dus ik heb een hele nieuwe videokaart gekocht, die is fucking goed. Zoals je kan zien, hij laat super ver. En ik ben fucking blij. En Eduard is super jaloers. Ja. Hij heeft 300 f... Hoeveel frame? Ja, 300. Even kijken. Ja, nu 125. Oh. Maar nu is met opname. En ik heb... 52 was meer. En Far Cry 3 Ultra. Battlefield 3 Ultra. Het is echt ziek. Het is een GTX 760. Hey. Waar de fuck loopt mij heen? Ja, ik dacht dat het hier was. Maar het is toch niet zo. Hier hebben ze misschien zin zitten. Het is een huisje aan de zijkant. Maar misschien is wel een verdieping hoger. I don't know. Volgens mij is het hier zo gewoon, hè? Nee, het is... Oh nee, dat is deze. Wacht, misschien hier. Nee. Even kijken in deze kist. Even kijken, heb ik nog wel eten? Oh, dat is kutspel. Ah, die gast had gewoon twee aan. Ik ga gewoon hier naar binnen. Oh, hier. Dit is de huisje. Waar ben je? Hier omhoog gegaan. Hier al? In die? Ja, waar ik... Kijk mijn scherm. Naar achteren, andere kant op. Die? Ja, die. Oké, okay, dan kom ik erin. Oké, dan heb ik een stick voor jou nog en superveel arrows. Hier daarboven, arrows. Ja, ik had ook arrows. Oh, hier zo. Hier, ik drop die. Heb jij een stick? Nee, misschien dat die hierin zit. Ja, toevallig. Nou, dan pak ik weer op, hé. Dat is wel fucking toevallig. Heb jij... Oh nee, ik heb geen iron. Had ik die net... Nee. Heb jij toevallig nog iron of chain? Nee, ik heb dit, maar die heb jij ook al, dus... Oké, waar gaan we heen? We gaan... Oh, heb je een boog? Extra over? Nee. Kut, die moet ik nog wel even fixen. Wacht, hier is een kist. Misschien zit er hier in. Oh, ik zie je. Oh, nee. Verder. Kom, we gaan naar het midden. Oh, daar zijn er twee. Timo. Jongen, die zijn niks. Pak ze. Oh, ik moet eten. Anders lukt het niet. Mijn flint en steel pak. Oh, kut. Oh, ik ben echt te prullig. Oh, pas op voor het vuur. Oh, hij heeft diamond. Weg. Ja, weg. Ik moest rennen. Oh, wacht, hij heeft mijn hart. Hé, je hebt ook... Oh ja, wacht, ja. Die was je net aan het maken, laat maar. Wacht, ik moet even eten. Ja, die moeten we wel kunnen pakken. Hou hem bij, hoor. Oh, wacht, er loopt ook nog iemand voor hem. Dus ik weet niet of het nou een team van drie nee, zijn. Nee, hij gaat er achterna. Oh, spannend. Die pak je, jongen. Ja, yeah, come on. Ah, no. Waar kant links, rechts, links? Naar, ja. Oh, wacht, ik snij hem af. Hij gaat naar beneden nu. Ah, jammer. Hij jumpt naar beneden. Pijlenboog. Heb je hem? Dan hebben we twee diamond swords, hè? Oh, kom aan. Oh, nog anderhalf hartje. Nice. Oké, nou die andere dude nog. Ja, wacht, ik moet eerst even regenen. Heeft hij pijlenboog toevallig? Ja. Oké, okay, kom nu wel even naar beneden. En hij heeft nog een diamond. Hem. Oh, jij pakt hem weer op. Ja, wacht, ik ga even hier zo staan. Oké, dek jij ons een beetje? Hier, nee, want ik drop het voor jou, jongen. Ik krijg gewoon alles wat ik niet nodig heb. Ja, ik ga dat ook even weggooien ergens. Even kijken. Wat heb ik nou nodig? Nou, best wel weinig, zie ik zo. Eten heb ik nodig. Heb jij misschien goed eten voor mij? Ja, genoeg. Niet van die rauwe vlees genoeg, en zo. Nee, die moet ik halen. Zo'n soort, jongen. Die heeft hier liggen lekker.
Brood. Brutgen. Brutgen. Ja, goed. Kom maar. Oh, hier ligt chain... Leggings. Ja, voor jou. Waar? Hier. Oh, hier. Mooi in het hoekje. Netjes. Oké, we gaan dit potje winnen. Eén van ons twee. Dat weet ik. Voel ik nou al. Oh, het zijn nog vier anderen. Oké, dan moeten we wel winnen. Ja. We hebben altijd Diamond Sword, gek. En we hebben heb jij even steel of zo? Flinter? Ik heb flinter. Oké, maar we gaan naar het midden. Kom. Het wordt donker. Dan moeten we daar weer omhoog. Oh ja. Gaan we in het midden campen? Nee, hoor. Maar campen, winnen. Ik prefereer de term winnen. Even een sfeermakertje hier zo. Ja, moet even. We zitten er goed in, hè, joh. Ja. We zitten wel goed te winnen. Is het hier? Oh nee, het is iets verder. Nou, van de week hadden we ook nog gespeeld, maar toen. Ja, hoe heet het? We hadden één dag, dat was echt een dipper. Dat was echt. We zaten fucking. Ja, het ging echt slecht. Het ging kapot slecht. En toen was met team lukte het heel tijd niet altijd. Nee, en toen had Eduard apart gewonnen in zijn eentje. En toen zat ik op Eduard te wachten. En toen ging ik in mijn eentje spelen, toen had ik ook gewonnen. Ja. Eén gekke shit. Maar waar is het nou? Waar kan je omhoog? Ja, dat weet ik niet. Maar het is nog maar net dag, nacht. En volgens mij is het best wel druk in het midden. Ja, daar kan je omhoog. Ja. Nee, jongens. Het valt niet druk in het midden. Maar ik denk wel dat de mensen op afkomen. Oh, wacht, ik heb nog iets voor jou. Zie ik nu, opeens. Oh, thanks. Alsjeblieft. Jumping. Ja, daar zijn ze, hoor. Pak eerst die kerel met zijn iron. Hup, ik heb... hij gaat helemaal kapot, jongen. Hop, weer één. Ik had er nog één. Volgens mij heeft hij nog maar één hit. Ga erachterna. Ja, ik pak deze eventjes, want... Die is EFK of zo. Kijk, what the fuck. Ja, dan kun je hem niet raken, denk ik. Oh jawel, ik heb hem dood. Oké, nou alleen die duwt nog. Oh, wacht. Waar is... Welke kant loop je op? Achter die gast aan. Loopt hij naar... rechts. Ik kan niet zien waar we net vandaan kwamen. Rechts. Oh ja. Daar liep ik ook heen. Sorry. Auwe. Oh. Ik snijd hem af. Oké, leid hem helemaal tijd rond. Ja. Hier gaat die land in. Hij heeft niks meer, jongen. Ik had hem 3 hits of zo. Ja, ik had ook. Kut, ik kan niet. Ik blijf wel even in het midden, oké? Ja, is goed. Maar hij loopt weer verder een rondje door. Dus ik zou hem insluiten als ik jou was. Ja, dat is hem. Hit. Oh, ik killed iemand anders. Was iemand anders? Ja. Want. Kut. Ik zit hier achter iemand aan te rennen. Ik kan niks zien. Nee. Straks ga ik dood. Oh shit. No. Heeft hij jou? Ja, man. Ik kon die niet goed raakslaan. Oh, dat is echt slecht voor mij. Kut, ik kan nou ook iemand raken. Timo, ik heb je in de steek gelaten. Maakt niet uit. Als ik deze gast heb, dan is het deathmatch. Sowieso had hij nog maar 1 of 2 achter. Deze gast die had ik ook eigenlijk moeten hebben. Oh, wat zijn al die mensen? Dit is weer even het eerste potje. Dus. Eén druk. Full iron. Ik heb weer 2 diamonds. Ik ga diamond boots maken. Zo. Die boots are made for walking. Even kijken. Ik ga even kijken of hij niet ergens zit. Hij heeft nou wel een zwaard, dat is wel kut. Ja. Maar ja, ik had hem sowieso had kunnen hebben. Hij had al iron sword sowieso. Eentje zit op de onderste ring. Eentje zit op de... Wat? Ik liep niet in een soort vuur heen, ja, what the fuck? Dat ik is een had bug. Dat pas gezegd. Ja, dat was een bug, zei ik. Als je op glas of zo vuur doet... Dan was het op zo'n heen. Ja, ik denk dat het op glowstone dan ook is. Maar hij is hier, hè? Ja, weet ik. Maar ik laat hem gaan, want ik had niet voor mij had. 10 seconds until deathmatch. Come on, Timo. Echt? Kut, ik heb geen pijlen. Je moet gewoon een beetje laten vechten en dan gewoon wel pakken. Dus je moet eigenlijk gewoon een beetje wegrennen en hem laten vechten, hè? Ja. Oh, hij doet net of hij geen diamond sword heeft. Oh, hij loopt ook weg. Oh. Ah, what the fuck. Ik moet oppassen. Want anders komt hij er van achter. Oh, die een met de andere diamond sword die zit een beetje rond te rennen. Dan zou diezelfde tactiek doen als ik. Ja, dat doen ze alle 3. Timo heeft gemaakt. We zitten allebei op jou weg. Loop een rondje naar die andere kerel toe.
Huh? Hij staat. Hij heeft dat ook. Hij stond ook op dat ene blokje. Nu staat hij ook in de fik. Ze gaan op jou. Die ene achter jou heeft Amersfoort. Nou heb ik het weer. Ja. Ouwe, dat is lelijk. Hij heeft het ook. Iedereen heeft dat. Ik ga dood. Ja. Kutzooi. Ja. Jongens, dit lag niet aan ons. We hadden gewoon gewonnen. Nou, niet gewonnen. Oh, 83 punten verloren. Stupid bug. Bug. Firebug. Report. Hackers. Wacht. Oh, hun zijn team. Oh. Ik had toch voor die gast moeten gaan, die in het weinige. Nou heeft hij te veel punten gekregen. Ja. Ik kreeg trouwens 125 punten. Check hoeveel punten ik heb. Maar mensen, dat was er weer één. Jullie hebben het gezien. Ga niet haten. Die twee zijn echt sukkels. Als je ze een keer tegenkomt, zeg dan... Fuck jullie. Hun zijn slecht. You suck. We not. Kijk die punten van Timo. Pro. Luke punten. Kijk die punten. 1600. Super pro. Die motherfucker. Hey Timo, rustig aan, hè. Look, sensor. Je weet zelf. Oké, mensen, bedankt voor het kijken. Zie je nou, hoe noob. Eduard en ik lossen dit gewoon echt op. Die twee. You suck, man. You suck. Suck. Kieduk. Kwak. Oké, heel leuk. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze Hunger Games. Vond je hem leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Stop aan je favoriete. Leuke reactie. We hebben helemaal niet zoveel ouwe gezegd. Nee, ik had me niet gehouden. Wel fuck en fuck. Maar dat maakt niet uit. Ja, we moesten nog een beetje inhouden. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren. Bekijk me naar mij tevoren op Twitter. @dezeketimo. Doei. Tot de volgende keer. Doei. Deze video werd mede mogelijk gemaakt door GamePC.nl. Omdat de games het waard zijn.